Dit is hem, de nieuwe Opel Vivaro Irmse sportuitvoering. En in deze video laat ik u alles zien over dit model. Kijkt u mee? Hallo, mijn naam is Hendrik Liewes en ik ben verkoopadviseur in ons mini-bedrijf Opel Dealer Liewes en Roden. Ik wil u van harte welkom heten op ons YouTube-kanaal waar wekelijks een nieuwe video verschijnt over uitleg over een Opel model, zoals deze, of een Opel systeem. Nou, ben je nieuw hier, vergeet niet om abonnee te worden. Dit kost helemaal niks. En elke week krijg je als eerste bericht als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, zoals ik al gezegd heb, ga ik in deze video dus uitleg geven over de Opel Vivaro Irmse sportuitvoering. Maar dit is echt een prachtig model. Hij is leverbaar in een lengte 2 en een lengte 3 uitvoering. En ook met een dubbel cabine. En wat er allemaal op en aan zit en welke mogelijkheden er zijn, laat ik je nu zien. Nou, dit is hem dan, de Opel Vivaro Irmse sportuitvoering. Zoals ik al zei, is hij dus in 3 verschillende mogelijkheden. Hij is dus in een lengte 2, hij is dus ook in een lengte 3 en in een lengte 3 dubbel cabine. En het laatste model dat hebben we hier staan. Ook is die in verschillende kleuren leverbaar. Dan moet je denken aan de witte kleur, aan deze donkergrijze kleur. Of daarnaast is hij ook nog in een zwarte kleur leverbaar. Nou, bij deze auto is ook het Irmser ombouwpakket bij besteld. En die kun je heel makkelijk kennen aan de mooie gele accenten die je dan al krijgt. Die bevindt zich onder andere in het logo. Maar ook hier aan de zijkant. En ook heeft hij dus een mooi spoilerpakket wat er omheen zit. En diezelfde mooie accenten zie je hier ook aan de voorkant van de auto. Nou, en ook deze 17-inch velgen zijn ook standaard voorzien van zo'n banden. Maar het zijn echt prachtig mooie velgen die heel mooi staan bij deze stoere uitvoering. Nou, dan ben ik nu in het interieur van de Opel Vivaro beland. En daarin zien we ook prachtig mooie accenten. Alles zit er eigenlijk op en aan. Dan moet je denken aan een head-up display, navigatie. Er zit een klimaatcontrole op. Hij heeft een keyless entry. En ook heeft hij xenon koplampen. En hij is ook altijd voorzien van een automaat. Gekoppeld aan een 2 liter dieselmotor met 177 pk. En dit is een 8-traps automaat. Met ook nog schakelflippers hier achter het stuurwiel. Nou, in een eerdere video hebben we ook al uitleg gegeven over de bediening van de Opel Vivaro. Voor onder andere ook het navigatiesysteem. Ik zal deze video hier ook uiteraard even boven linken. Zodat je die ook in alle rust kunt bekijken hoe alles werkt en waar elk knopje voor is. Nou, zoals ik al zei, is het dus een gesloten besteluitvoering en dubbel cabine leverbaar. Wanneer je kiest voor een gesloten bestel in combinatie met de bank, dan heeft hij uiteraard een scheidingswand. Dat is ook het comfortscheidingswand met extra hoofd- en beenruimte. En ook is hij voorzien van een doorlaatluik. Ik heb daar in de vorige video ook uitleg over gegeven hoe dat werkt. Ik zal hem hierboven uiteraard ook even linken. Wanneer je dus kiest voor een stoel, dan heb je uiteraard wel het comfortscheidingswand. Maar dan heeft hij iets niet voorzien van een doorlaatluik. En de bekleding maakt dit pakket helemaal mooi af. Een mooie eco-lederen bekleding. Met uiteraard ook een mooie gele stiksel hier aan de zijkant. En de logo's die er mooi in zijn verwerkt. Nou, en zoals ik al vertelde, is dit dus een dubbel cabine uitvoering. En die is ook prachtig mooi afgewerkt. Ook met hier het Opel logo aan de onderkant. Ook dezelfde bekleding als bij de voorstoelen. Nou, alles ziet er mooi heel luxe en comfortabel uit. Nou, en ook de achterkant ziet er mooi uit. Hij is voorzien van 2 deuren. En ook achter heeft hij een spoiler. En de spoiler is een onderdeel van het ombouwpakket. Hetzelfde als de gele accenten. En als we naar de binnenruimte gaan kijken, dan zien we ook al dat er hier voorzien is van een vloer. Ook heeft hij al dus wielkastbeschermers. En ook wandbekleding aan de zijkant. En dat is dus mooi ook van deze Irmse sportuitvoering. Dat hij heel rijk uitgerust. Alles zit er eigenlijk op en aan. Het enige wat je dus kan kiezen is natuurlijk de kleur. En daarnaast ook het ombouwpakket van Snoeks. Die je dus kunt kiezen. En met onder andere de gele accenten. En de spoilers rondom. En daarnaast kun je ervoor kiezen voor een passagiersstoel. In plaats van een bank. Nou, en ik hoop je hiermee een leuke en duidelijke uitleg te geven over dit nieuwe model, de Opel Vivaro Irmse Sport. Nou, ik wil je super bedanken voor het kijken van deze video. Vergeet niet te abonneren te worden, dat kan heel makkelijk via de knop die nou ook in het scherm komt. En volgende week verschijnt er weer een nieuwe video met uitleg over een Opel systeem of een Opel model. Tot dan!